Leuk dat je kijkt naar een nieuw boodschappenlogje. Vandaag is het dubbel op de grote boodschappen. Ik ben bij zowel de Lidl als bij de Jumbo geweest. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Maar ik had echt van allebei de dingen wilde ik. Allerlei supermarkten wil ik wel hebben. Ik had er gelukkig ook de tijd voor, want de kinderen zijn nu bij hun vader. Dus ik heb nu alles uitgezet op de eettafel, zodat we het eventjes samen kunnen doornemen. Ik stuur ook in een weekminuutje hieronder in de omschrijving wat we voor avondeten gaan eten. Ik heb nu ook wat meer dingen die nog aangevuld moesten worden, die normaal gesproken in de voorraadkast zitten. Dus let's go. Ik probeer het een klein beetje te ordenen. Hier liggen de gezondere dingen. Bij de Jumbo waren saladetoppers in de aanbieding. Ik wou eigenlijk van die Buddha bowls kopen, maar die hadden ze daar niet meer. Dus het zijn saladetoppers voor de Italiaanse en de rode biet met geitenkaas. Dus het is voor meer voor de lunch. Dan heb ik paprika's gekocht met de eten gevulde paprika's. Ze eten ook courgettebootjes van de week. En risotto. Dus vult vrienden risotto. Prei voor bij de prijsschotel. Worteltjes voor de snacks. Dan heb ik als vleesvervanger in mijn salades falafel. En kruimige gehakt voor in de paprika's, gevulde paprika's. En kipfilet in de courgettebootjes. Ik heb verschillende soorten sla voor mijn lunch. Aardbeien waren bij Lidl in de aanbieding. Dus daar heb ik er gelijk twee van meegenomen. Wat druifjes. 3 komkommers. Dit was ook bij de Lidl. 3 komkommers voor 1 euro. Dus dacht, die nemen we sowieso mee. Ik heb yoghurt. Deze komt van de Lidl. Nee, niet Lidl. Deze komt van de Jumbo. En de rest is van de Lidl. Dus ik heb de kokos en de skyr. Deze heb ik nog nooit geprobeerd. Dus die gaan we nu even lekker proberen. Ik heb hummus gekocht. Voor bij de komkommer en de worteltjes. En eventueel paprika wat we over hebben. We eten een keer dus garnalenrisotto. Dus garnaaltjes. Aardappelschijfjes voor de prijsschotel. Kokos voor eventueel in mijn yoghurtjes. Gaan we eens proberen. Kaas voor over de gevulde paprika's en de courgettebootjes. En ik heb voor mezelf een wat minder vette variant als voor de rest. We eten een keertje zalm met de spergiebonen. Die heb ik dan in diepvries, want dat eten we dan pas zondag. Champignonnetjes voor in de gevulde paprikaatjes. We hadden nog siroop nodig, flesjes water, Crystal Clear Cola Light, afbakcroissantjes en keizerbolletjes, appelmoesjes. Een handig meeneem Slimpy. Deze is echt super lekker. Dus die heb ik dan meegenomen. Dus meer voor mezelf. We eten een keertje wraps. Dus we hebben kidneybonen. Mix. De burrito mix ervoor. Kan ik even wat kaas bij. Rijst voor de risotto. Koekjes voor die kinderen tussendoor. 3 soorten chocola. Want wij eten graag chocola na het avondeten. Gehakt voor de burrito. Tussendoortjes voor de kinderen. Van die knijpfruit zakjes. Deze kunnen ze dan meenemen als snackje bij hun fruithap. Die zijn al voorgesneden en die vinden ze echt super lekker. Ze hadden 6 meer een tussendoortje voor ons. Wraps voor de burrito's. En boterhamworst, want we hebben nog genoeg beleg, maar niet meer zoveel boterhamworst. Snackvermakers kunnen ze ook meenemen. Nou ja, hagelslag moest aangevuld worden. Knoflooksaus moest aangevuld worden, olijfolie moest aangevuld worden. Ik heb wat hamburgerbroodjes ingeslagen, 2 zakken, want die hadden we ook niet meer. En we hebben nog wel hamburgers in de vriezer liggen. En dan hebben we alles behalve tandpasta. En er waren waterschoentjes bij de Lidl. Dus dat is het dan denk ik. Ik geloof dat we niks hebben overgeslagen. Dit gaat weer een hele week mee, inclusief drinken. Dat soort dingen gaat altijd langer mee. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie wat inspiratie uit hebben kunnen halen voor je weekminuutje of eventueel snacks en dat soort dingen voor naar school en naar je werk. Geef een duimpje omhoog als het zo was. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie in de volgende.